Goedemorgen allemaal. Zo, sommigen hebben misschien wel uitgeleefd naar deze ochtend. Het is al aangekondigd, want het woord feest. Er was eens een feest. En we gaan even terug naar het jaar 2012. Er was een meisje, groeide op in een klein, maar welgesteld dorp. Waar zij naar school ging, waar ze ook een baantje had bij de supermarkt. En haar leven ging een goed gangetje, zou je kunnen zeggen. Tot op de dag 21 september. Op die dag werd dit meisje, en haar naam is trouwens Merte, werd zij 16 jaar. En dat is een leeftijd dat wil je graag groots vieren. En dus ging zij een uitnodiging sturen. Ze nodigde haar vrienden en vriendinnen uit van sport, van school, uit het dorp. En als iedereen aanwezig zou zijn, dan zouden er wel bijna 80 mensen van de partij zijn. Dat kun je met recht een groot feest noemen. En voor het gemak dacht ze, laat ik die uitnodiging ook maar eventjes op Facebook delen. Dan kan iedereen aangeven of die aanwezig kan zijn of niet. Nou, bij sommigen begint er al iets te dagen, want dat kreeg een wending. Die uitnodiging op Facebook, die bleek openbaar te zijn. Iedereen die kon hem rondsturen en eigenlijk aangeven dat hij aanwezig zou zijn. En binnen no time werd dat feestje van Merte volledig gekaapt. Het kreeg al snel de naam Project X Haren, vernoemd naar de gelijknamige film. En binnen no time waren er serieus gewoon meer dan 250.000 mensen uitgenodigd voor een feestje in Haren. Ja, je voelt al aan dat dat gaat niet passen. En dus deed politie en instanties deden er alles aan om het tegen te houden. Maar op die avond liep het uit de hand. Uiteindelijk kwamen er maar, tussen aanhalingstekens, 4000 jongeren uit het hele land naar Haren toe. En een deel van die jongeren die kwamen daar, voor mijn gevoel, niet om echt een feestje te vieren, maar om de boel te verstieren. Het liep uit de hand en ja, Haren leek wel eventjes een slagveld. Auto's werden vernield en in de brand gestoken. Winkelramen werden kapot gemaakt. Uiteindelijk is zelfs een hele Albert Heijn geplunderd. Er zijn zo'n 36 personen gewond geraakt, waaronder 16 ME'ers. Die zijn opgeleid om in actie te komen in dit soort situaties. Totale escalatie. Er was eens een feest, maar elk feest begint eigenlijk met een uitnodiging. En in dit geval liep dat even anders. Maar kinderen, ik richt me even tot jullie. Jullie mogen tijdens deze preek, mogen jullie ook een uitnodiging gaan maken. Niet een uitnodiging die je op Facebook deelt of op welke social media platform wat nu in is. Maar een handgemaakte uitnodiging. Dus als je nog niet materialen hebt, loop even naar achteren. Als het goed is, zijn er wel stiften en kaarten en kun je lekker knippen en plakken. En denk daarbij na van aan wie zou ik een uitnodiging willen sturen. Iemand die misschien wel een beetje eenzaam of verdrietig is. Iemand die wel even een feestje kan gebruiken. En het hoeft trouwens niet bij één persoon te blijven. Dus als ik heel lang preek en je hebt nog wat tijd over, maak gerust een tweede of een derde uitnodiging. Maar daar mogen jullie zo mee bezig gaan. De gelijkenis die vanmorgen centraal staat, staat in Lucas 14, vers 1 tot en met 11. En die gaat over een uitnodiging voor een maaltijd. Het decoratieteam heeft al heel mooi eigenlijk een beetje geïllustreerd hoe dat eruit kan zien. Ik wil graag met jullie voorlezen uit de Bijbel in gewone taal. Staat ook op de beamer. Lucas 14, vers 1 tot en met 11.
Er staat, op een dag ging Jezus naar het huis van een belangrijke farizeeër. Jezus was daar uitgenodigd voor een maaltijd. Het was Sabbat en iedereen lette goed op Jezus. Er was in dat huis ook een zieke man. Zijn lichaam was helemaal dik van het vocht. Jezus vroeg aan de wetsleraren en farizeeën, mag je op Sabbat iemand beter maken of niet? Maar ze gaven geen antwoord. Toen pakte Jezus de zieke man vast en hij maakte hem beter. Daarna stuurde hij de man weg. Jezus zei tegen de wetsleraren en farizeeën, wat doen jullie als je zoon in een put valt? Of je koe? Dan haal je hem toch meteen eruit, ook al is het Sabbat. Daar hadden ze geen antwoord op. Jezus zag dat de andere gasten de beste plaats aan tafel uitzochten. Daarom gaf hij hun dit voorbeeld. Daar komt-ie. Als je uitgenodigd wordt voor een feestelijke maaltijd, ga dan niet op de beste plaats zitten. Want er kan een gast komen die belangrijker is dan jij. Als jij dan op de belangrijkste plaats zit, komt de man die het feest geeft naar jou toe en hij zal zeggen, je moet opstaan voor mijn andere gast. Dan moet jij op de slechtste plaats gaan zitten en lacht iedereen je uit. Als je uitgenodigd wordt, kun je beter op de slechtste plaats gaan zitten. Want dan komt de man die het feest geeft naar jou toe met de woorden, beste vriend, kom hier op een betere plaats zitten. Dan zullen alle andere gasten zien hoe jij gewaardeerd wordt. Want God zal iedereen die zichzelf geweldig vindt, onbelangrijk maken. En juist mensen die zichzelf niet waard vinden, die zal God belangrijk maken. Er was eens een feest. Maar zoals je misschien voelt, ja, spat hier de feestvreugde er niet helemaal vanaf. Nou, zit je dan misschien in je mooie feestkleding, zit je met die mooi gedekte tafel. Dat kan een beetje een wrange smaak geven. En feestvieren, daar houden we van, toch? Ook als evangelische christenen, dan zijn we er heel goed in om hard te zingen en onze handen op te heffen en te dansen en ons te verheugen in de Heer. En ook ik ben daar niet vies van. Ik geloof ook dat het iets goeds is. Maar soms kan het voelen alsof het niet helemaal in balans is. Alsof er geen ruimte lijkt te zijn voor, ja, als je dat anders voelt. Dat we dat misschien moeten overschreeuwen of weg moeten bidden. En ik weet dat er mensen zijn die hier vanmorgen niet in ons midden zijn. Misschien kijken ze nog wel via de stream, maar misschien komen ze wel helemaal niet meer bij de kerk. Die hierom zijn afgehaakt, omdat ze gewoon voelden van, hé, is er ook ruimte voor een ander gevoel dan vreugde? Hoe kan ik uiting geven aan teleurstellingen of verdriet? En het is echt mijn oprechte gebed vanmorgen, dat jullie allemaal, hoe je hier ook bent gekomen, dat je je kunt openstellen voor wat God wil doen. En hoe we bij God komen, dat kan verschillend zijn. Dat kan door een loflied, maar dat kan soms ook door een smeekgebed of een gebed van wanhoop. Maar ik geloof dat de uitnodiging die vanmorgen klinkt, de uitnodiging voor de maaltijd, dat die voor ons allemaal geldt. Ik wil je even meenemen in de context van dit Bijbelgedeelte. We kregen al een beetje mee dat Jezus hier is uitgenodigd. En dit was niet zomaar een doorsnede van de gemeente, zou je kunnen zeggen. Dit was de elite, dit waren de leiders van de synagogen. En de kans is heel groot dat ze 's ochtends samen naar de samenkomst waren geweest en dat ze nu even lekker samen gingen lunchen. En in dit gezelschap, iedereen kijkt naar Jezus. Ik kreeg er een beetje dat gevoel bij, ze zeggen wel eens van, keep your friends close and your enemies closer. He, want als ze dicht bij je zijn, dan kun je makkelijk ergens op betrappen of ergens op pakken. En daar waren die
Daar waren die leiders ook echt op uit. Maar in dit gezelschap is ook een beetje een vreemde gast aanwezig. We weten vrij weinig over deze gast, behalve dan dat het een ziek persoon was. Hij had waterzucht, dat een ziekte waarbij je lichaam vocht vasthoudt. En waarschijnlijk had die persoon Jezus na de samenkomst gevolgd in de hoop dat er een ontmoeting zou ontstaan. En in de hoop dat Jezus hem zou kunnen gaan genezen. En als je een beetje in die setting je probeert te verplaatsen, dan voel je die spanning al een beetje hangen. Dat hoge gezelschap, maar ook die man. En Jezus die het eigenlijk gewoon opengooit van, hey jongens, is er iets op tegen? Is er iets op tegen als ik dit ga doen, als ik op de Sabbat deze man ga genezen? Als je goed oplet, dan weet je dat er in eerdere ontmoetingen dat dit zich ook al heeft voorgedaan. Jezus die leek als het ware op de Sabbat wel vaker tegen heilige huisjes aan te schoppen. En een confrontatie aan te gaan met die Farizeeën. Onder andere in Lucas 6 en Matthäus 12 lees je hierover. En dat zorgde voor onrust. En dat was niet zonder reden, want wat Jezus hier deed was dat hij dwars inging tegen een van de geboden die gold. Namelijk, eer de Sabbat. Heilig die niet arbeiden op de zondag, op de Sabbat. Onze huidige zondag. En nadat Jezus die vraag had gesteld en het bleef een beetje stil, want ze wisten van, wat we ook antwoorden, waarschijnlijk kunnen we toch niet het juiste antwoord geven. Dan geneest Jezus die man en hij stuurt hem weg. En wat hij hierna doet, vind ik persoonlijk heel mooi. Hij maakt het persoonlijk en hij laat de leiders ook het diepere hart van de wet eigenlijk zien. Hij zegt, wat zou je doen als jouw zoon of je vee, je koe, in de put zou vallen? Dan haal je hem toch meteen eruit, zelfs al is het de Sabbat. Wat Jezus hier laat zien, is dat de wet, dat niet iets zwart-wit is, wat we als een soort robot moeten opvolgen. Maar dat het hem veel meer gaat om het hart wat we hebben, het hart van medeleven. Het hart van compassie. En het was verboden om te werken op de Sabbat, maar voor Jezus was het niet werken. Dit was wie Jezus was. Jezus wil omzien naar datgene wat hem lief is. Naar datgene wat zijn bezit is. Omzien alsof het zijn eigen zoon is. Zo dichtbij wil Jezus komen. En vanuit deze setting komen er eigenlijk drie gelijkenissen en dit is de eerste. En die drie gelijkenissen die hebben als gemene delen dat ze alle drie gaan om een uitnodiging. En hier ging het om een uitnodiging voor een bruiloftsmaaltijd. Nou, we hebben hier een mooi gedekte tafel. En ik heb mij laten vertellen dat in de tijd van Jezus de bruiloftsmaaltijd een van je zou bijna kunnen zeggen de hoogste maaltijden was, waarbij het heel erg ook uitmaakte wat de plek was waar je zat. Er was echt een tafeldeling, de gastheer die wees je een plek toe. En er was misschien wel een kaartje op de tafel, zoals je dat nu ook wel kunt kennen van bruiloften of partijen. En dus dat maakt heel erg uit, die positie. En de Joodse leiders, Jezus ziet dat zij eigenlijk de beste plek gingen innemen. En als de gastheer daar aan het hoofd zit, dan wil jij als gast toch het liefst op die eerste of die tweede stoel zitten, direct bij de gastheer, toch? Of niet? En dat was wat die Joodse leiders deden. En dat was geen eens heel gek dat ze dat deden. De Farizeeën en wetgeleerden, die stonden op een voetstuk. Die werden geëerd door het volk. Die hadden een positie van autoriteit. Die hadden daar ook lang voor gestudeerd. Dus je zou kunnen zeggen, ze kwamen het ook toe. En in die tijd luidde ook het motto, ere wie ere toekomt. Dus eigenlijk wat die Farizeeën en wetgeleerden deden, was helemaal niet zo gek.
Maar wat Jezus hier doet en laat zien is, en dat doet hij door al die gelijkenissen. Hey, maar het koninkrijk wat ik vertegenwoordig, dat werkt net even wat anders. En vaak werkt het precies andersom. En wat Jezus hier laat zien is dat het in zijn koninkrijk niet gaat om uiterlijk, om status, om aanzien van mensen, om een titel. Nee, het gaat in het koninkrijk om het hart. Om mensen ja, die eigenlijk helemaal niet zichzelf op de borst kloppen en heel tevreden met zichzelf zijn. Mensen die misschien, net als die zieke man, schoorvoetend binnenkomen. Maar het gewone volk, daar heeft Jezus oog voor. Mensen die geen eigen eer zoeken, maar bereid zijn om hun plaats af te staan als dat nodig is. Weet je, en die gelijkenis die wordt afgesloten met de woorden in de MBV, voor jullie waarschijnlijk heel bekend: wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. Precies andersom zoals het ja, in heel veel culturen eraan toe gaat. En ook hoe het in onze tijd er vaak aan toe gaat. Probeer je voor te stellen dat jij een feest organiseert. Vanwege je verjaardag, of misschien omdat je geslaagd bent. Of misschien omdat je gaat trouwen, zoals Jan-Piet en Melissa. Weet je, en dan heb je dat helemaal goed voorbereid. En je hebt de tafel mooi aangekleed en je gaat daar zitten. En dan gaat net die kennis naast jou zitten, die je wel hebt uitgenodigd, maar ja, waar je eigenlijk niet zo'n lekkere klik mee hebt. Die kennis die heel graag over zichzelf praat en totaal niet aanvoelt dat jij volledig bent uitgetuned. Dat kan de feeststemming behoorlijk bederven, toch? Of je hebt die trouwdienst en dan heb je vaak de eerste rijen zijn gereserveerd voor de getuigen en voor de familie. Maar dan gaat daar net die collega van jou zitten. Die collega die je eigenlijk vooral hebt uitgenodigd, zodat die nog iets van God mee krijgt in de dienst. Ja, je hebt er goede bedoelingen mee, maar dit was niet helemaal de bedoeling. Oeh, ongemakkelijk. Voel je het gevoel alsof je feestje gekaapt wordt. Zoals het feestje van Merten eigenlijk ook volledig gekaapt wordt. En dat gevoel kreeg ik in de voorbereiding eigenlijk ook. Alsof God dat gevoel ook wel eens kan hebben. Van, joh jongens, mag het mijn feestje zijn? Mag het om de gastheer draaien? En wat maakt nou in die houding van die fariseeën dat Jezus tot deze gelijkenis komt? Dat zijn eigenlijk kort gezegd drie dingen die eigenlijk steeds naar voren komen in die houding van die fariseeën. En die eerste is dat ze heel erg ja, verwachtingen hebben voor anderen. Het was in die tijd ook bekend dat er bepaalde leraren waren die nog allerlei extra wetten op hun volgelingen legden en eigenlijk onrealistische verwachtingen hadden. Een ander punt was dat ze heel erg met hun voorkomen bezig waren. Ze deden zich beter voor dan dat ze werkelijk waren. Dat deden ze op allerlei manieren. Jezus die noemt het op verschillende plekken. Het bidden op de hoeken van de straten. Het een somber gezicht opzetten als je aan het vasten bent. Zelfs in je kleding. Je had van die kwastjes en die maakten ze langer. En daarmee tonen ze eigenlijk ook aan van wow, wij zijn echt hele goede gelovigen. En een derde wat je bij hun houding zag, was dat ze meer bezig waren met het in stand houden van een status. Het genieten van de eer die ze kregen en het met de borst vooruitlopen, heel zelfvoldaan met hoe ze in het leven stonden. Meer dan met dienstbaarheid. Met wat Jezus hier hun net liet zien, van hey, die zieke man, die vraagt gewoon om dienstbaarheid. Nee, dat zag je bij die fariseeën vaak niet. En dat stuitte Jezus. Dat voelde alsof zijn feestje verpest werd. Dat niet weerspiegelt het koninkrijk wat hij kwam brengen. Jezus die noemt dat zichzelf verhogen. En in onze tijd kennen we het beter als hoogmoed. Jezelf beter zien, jezelf beter vertegenwoordigen. Misschien zelfs verheffen boven de ander.
In de Bijbel staan heel veel teksten die ons waarschuwen om tegen hoogmoed. En toch is dit een beetje een spannend thema, dat voel ik zelf ook wel. Toen ik met de voorbereiding bezig was, dacht ik van, dit is misschien niet de boodschap waar iedereen van in hun handen zit te wrijven. Van, dit wil ik horen. Maar we mogen het woord van God serieus nemen. En de waarschuwingen zijn niet mals. Ik lees er eventjes 3 voor, maar ik had er net zo goed 20 kunnen uitkiezen. Filippenzen 2 vers 3, handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht de ander in alle nederigheid belangrijker dan uzelf. Romeinen 12 vers 6, wees eensgezind, wees niet hoogmoedig, maar zet u aan tot nederigheid. En ook nog in 1 Petrus 5 vers 5 en 6, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn. Want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Het komt niet als iets vrijblijvends op ons af. En ja, als het gaat om hoogmoed, ontdekte ik bij mezelf, hoogmoed, volgens mij groeit hoogmoed vanzelf. Is mijn ego, is mijn, ja, mijn persoon, die zoekt naar waardering, die zoekt ernaar om gezien te worden, om van betekenis te zijn. En die is heel snel ikgericht. Het is een beetje zoals dat tuintje waar Jan Piet het over had. Weet je, onkruid, dat groeit vanzelf. En we hebben een goede tuinman nodig. Gelukkig is Jezus onze tuinman. En die vergeet niet om water te geven, maar die helpt ons om het onkruid, om die trots en die hoogmoed weg te halen, zodat de zachtmoedigheid kan gaan groeien. Vorige week zei Ben over de gelijkenissen, die vormen eigenlijk een soort spiegel. Een spiegel waar we in kunnen kijken en die ons ook kan confronteren. En dat voel ik vanmorgen ook wel een beetje. Dit kan ons confronteren. En ik hoop dat jij, net als ik, bereid bent om in die spiegel te kijken. Om al biddend ook aan God te vragen van, Heer, waar is mijn hart nog hoogmoedig? Waar is het nog ik gericht? Weet je, hoogmoed kent allerlei vormen, allerlei vruchten, zou je kunnen zeggen. En soms dan voel ik me net zo goed een farizeeër. Die op anderen verwachtingen kan leggen. Die zich beter probeert voor te doen dan hij werkelijk is. In mijn tienertijd heeft zich daarin ook een patroon ontwikkeld. Gewoon vanuit onzekerheid. Dan denk je van, is onzekerheid, heeft dat iets met hoogmoed te maken? Ja, ik geloof van wel. Want eigenlijk is hoogmoed, is eigenlijk niet vrede te hebben met hoe jij werkelijk bent en je misschien beter voor te doen. En dat was bij mij ook gaande. En er ontwikkelde een patroon van dingen toedekken. Van liegen en verdraaien om eigenlijk het maar beter te doen overkomen. En er zijn heel veel vruchten van hoogmoed. Het kan zijn een egoïstische houding of jaloezie. Of een grenzeloze drang om voor jouw recht op te komen. Of je mening te verkondigen. Of kritisch te zijn. Niet leerbaar. Weet je, het is niet mals. En de symptomen, ik noem hem bewust verschillende. Omdat ik denk, dit gaat allemaal over ons. Als we heel eerlijk in die spiegel kijken van deze gelijkenis. Dan zijn wij soms net als die farizeeën. En dan ben ik blij dat de Bijbel ons aanspoort om daar iets mee te doen. Jezus die is eigenlijk in deze gelijkenis, presenteert hij zich als een gastheer. En de gastheer die nodigt ons uit en die vraagt ons eigenlijk, ben je bereid om je te bekeren? Om je af te keren van die ikgerichtheid? Omdat het zo in de weg staat, om niet zelf te strijden voor die beste plek. Maar ben je bereid om mij te vertrouwen?
Mag het in dit feestje om mij draaien? Vraag Jezus. Ik geloof dat Jezus graag het podium wil innemen. Het liefste zou ik hier helemaal niet willen staan. En dat Jezus gewoon hier tot jullie mocht spreken. Mag Jezus die plek innemen? Weet je, en diep van binnen hebben we allemaal die behoeftes. Hè, die behoefte om gezien te worden, om van waarde te zijn. En dat zijn ook goede behoeftes. Maar ik geloof dat Jezus ons vraagt, wil je met die behoeftes bij mij komen? Een mooi citaat wat ik ooit gehoord heb van C.S. Lewis. Die zegt over nederigheid. Ware nederigheid is niet minder over jezelf denken. Maar het is minder aan jezelf denken. Voel je? We zijn soms zo met onszelf bezig. En nederigheid is niet van oh, we moeten maar heel negatief over onszelf denken. Of we moeten altijd maar dienen, onder iemand onderdanig zijn. Nee, het heeft met gerichtheid te maken. En Jezus vraagt, wil jij je gerichtheid van jouzelf naar mij verleggen? Wil je het van mij verwachten? En eigenlijk, toen ik er zo over na zat te denken, kreeg ik een beetje het gevoel bij van een coach die de sporter op zijn plek zet. Deze weken staan vol in het teken van de Olympische Spelen. En ik smul ervan, ik hou echt van sport. Terwijl we hier zitten, wordt als het goed is ook de marathon voor de vrouwen gelopen. En weet je, dat is prachtig. Er worden harde inspanningen geleverd. Goud voor Hassan. Nou, er is helaas geen cliffhanger meer. We hoeven nu straks ook niet de tv aan te zetten. Ja. Maar het voelde voor mij. Ja, mooi is dat, hè? Even die interactie. Maar het voelt voor mij als hè, Jezus die eigenlijk aan jou, aan mij vraagt van mag ik jou op je plek zetten? Die kunnen we verschillend voelen. We kunnen soms gevoelsmatig door iemand op de plek worden gezet en dan doet dat iets met je ego. Maar ik geloof dat Jezus in al zijn liefde en goedheid aan jou, aan mij vraagt, mag ik jouw plaats bepalen? Mag ik jou als een coach die zijn sporten laat inzien, een sporter die denkbeeldig misschien wel het liefste op de goal staat, maar gewoon een supergoeie scorende spits is, of welke positie dan ook, maar durf jij Jezus te vertrouwen dat hij jou op de plaats zet waar jij hoort? Weet je, Jezus is de beste coach die wij kunnen wensen. En al die gelijkenissen, Jezus zegt ook geregeld van wie oren heeft, die horen. Hij doet ook een beroep op jou als hoorder. Dat beeld van die sporter, soms dan kunnen we dit horen en denken van nou, dit gaat niet over mij. Ik luister nu even namens mijn buurman of mijn buurvrouw. Of nee, ik ben hier toeschouwer. Ik ben niet die sporter, ik ben toeschouwer. En als toeschouwer kan ik heel goed op een afstandje dingen beschouwen. Vind ik er iets van? Kan ik af en toe ook even mijn oordeel erover geven? Maar ik geloof dat die houding van een topsporter, die ook vaak in de Bijbel als een metafoor gebruikt wordt, dat ook een houding is die wij als leerling, als discipel mogen aannemen. Een houding van nederigheid. Heer, waar gaat dit over mij? Heer, leer mij inzien door uw geest waar mijn hart nog trots is. Waar ik zo vaak het nog zelf wil bepalen. Jezus wil ons op onze plaats zetten. En wat is die plaats? Dat is in hem. In de genade. Dat is de positie waar wij gemaakt voor zijn. Vanuit het besef dat wij niks verdiend hebben. Dat we schuldig staan voor God. Dat we straf verdienen, maar dat Jezus ons een cadeau van genade heeft aangeboden. Dat is onze positie.
En als het goed is, dan maakt dat iets in je los. Een stukje dankbaarheid, maar ook een stukje nederigheid. Vanuit die genade helpt het ons om ook ons oordeel over anderen los te laten. Want hoezo denken wij het beter te weten? Hoezo geven wij niet gehoor aan het gebod om niet te oordelen, maar lief te hebben? Die genade die helpt ons om de strijd op te geven. Die strijd die zo van binnenaan steeds wordt aangewakkerd om jouw recht te halen. Die strijd om misschien wel jouw identiteit kunstmatig in stand te houden van al die dingen waarmee je hem hebt opgebouwd. Met carrière, met bezit, met aanzien. Weet je, we kunnen in deze tijd kunnen we best wel genadeloos zijn als maatschappij. Er is zo'n uitdrukking cancelcultuur. En het fascinerende daaraan is dat we zo snel als we mensen op een voetstuk zetten en ze adoreren om wat ze doen en wat ze kunnen, even snel kunnen we ze neerknuppelen op het moment dat ze een teken van zwakte laten zien. Op het moment dat ze niet aan de verwachtingen voldoen. En ik zou willen dat ik kon zeggen dat dat bij de kerkmuren eindigt. Maar helaas gebeurt dat net zo goed in de kerk. Kunnen we soms mensen op een voetstuk plaatsen, maar kunnen we ook genadeloos zijn? En we hebben het zo nodig om daar vrij van te komen. Om ons daarvan af te keren, te zeggen, Heer, dat is niet wat ik in mijn hart wil laten bestaan. Jezus laat ons zien wat ware nederigheid is. Hij zocht geen erkenning bij mensen. Hij was niet aan het rennen zodat hij een schouderklopje kreeg. Het enige wat telde was dat hij zijn missie voltooide en dat hij steeds gericht was op de Vader. Vader, wat wilt u dat ik doe? Vader, hoe kijkt u naar mij? En daar was ook steeds die bevestiging. Ook Jezus had dat nodig. En ja, Jezus die kon soms ook opkomen. Maar dat had altijd te maken met de Vader en het Koninkrijk. Op het moment dat er iets gebeurde, iets gezegd werd, een houding, daar kwam hij in opstand. Het had niet te maken dat hij persoonlijk gekrenkt wordt of dat iemand op zijn tenen stond. Maar Jezus kwam op voor het Koninkrijk wat hij tegenwoordigde. Weet je, deze gelijkenis gaat over een maaltijd, een bruiloftsmaaltijd. En dat is een rijk beeld, want dat is ook een beeld wat voor ons ligt. En ik vind dat een troostvol en een hoopvol beeld ook. Dat Jezus ons hier aanspreekt en ons hier uitnodigt om eigenlijk al een vormingsproces met hem aan te gaan. Maar dat hij ook belooft dat hij jou persoonlijk een plek gaat toewijzen. En als dat niet hier is, dan is dat daar in de hemel. En het is feest in de hemel, ook nu al. Wist je dat? Dus ja, er was eens een feest. Ja, er is in het Koninkrijk van God is er eigenlijk altijd feest. Maar dat is niet een oppervlakkig feest, omdat we de moeilijke omstandigheden proberen te overschreeuwen. Eventjes weg te vluchten. Maar dat is een feest omdat zielen, omdat mensen zich bekeren, hun hart geven aan Jezus. Omdat ze gered worden voor de eeuwigheid. En ja, daar wil ik ook mee afsluiten. Ik geloof dat Jezus ons een uitnodiging doet. En in die uitnodiging zegt hij eigenlijk ook van, dat feest wat gaat komen, ik wil niet alleen dat jij erbij bent. Ik wil dat er zoveel mogelijk mensen bij zijn. En in die andere gelijkenissen wordt ook beschreven dat de mensen die in eerste instantie uitgenodigd worden, dat die afhaken. Omdat ze te druk hebben met andere dingen, andere prioriteiten. En uiteindelijk trekt de gastheer van de straat allerlei gasten, want hij wil dat de tafel gevuld is. Dat er veel mensen
bij het feest aanwezig zijn. En het is mijn gebed, en daar wil ik straks ook voor bidden, dat wij vanuit dat wonder van genade, vanuit die bijzondere uitnodiging die we krijgen, dat wij daarmee doorgaan. En dat we gehoor geven aan die oproep die Jezus zegt, ga heen en verkondig je eigen mening. Oh nee, verkondig het evangelie. Ja? Dat we zo vol zijn, niet van onszelf, maar zo vol zijn van wie Jezus is en voor wat hij heeft gedaan en nog steeds wil doen. Dat het eigenlijk helemaal geen opdracht is om te getuigen, maar dat we ervan overstromen. En ik wil afsluiten met een tekst die volgens mij ook heel mooi illustreert wat onze houding mag zijn. Het was David die al eeuwen geleden daar woorden aan gaf in een pelgrimslied, Psalm 130. Een pelgrimslied van David, waarin hij zegt, Heer, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik. Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog is gegrepen. Nee, ik ben stil geworden. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij. Israël, hoop op de Heer van nu tot in eeuwigheid. Volgens mij is dat wat wij nodig hebben in de red race van het leven. In een maatschappij die steeds maar blijft doorgaan en waarbij nooit genoeg is. Waarbij we gewend zijn geraakt om te vergelijken, om naar het uiterlijk te kijken zoals eigenlijk ook die fariseeën constant bezig waren om goed over te komen. En dan is het nodig dat we onszelf op die plek van rust brengen. Aan de voeten van Jezus. Dat we mogen gaan ervaren dat ons gebed niet hoeft te zijn, Heer, wilt u mij rust geven? Maar dat we mogen leren om bij Jezus te komen en daar rust te vinden. Er is geen rust, het is geen los product wat God buiten zichzelf omgeeft. Het is bij zijn hart. Daar waar wij ontdekken, nee, ik ben niet gemaakt om aardse ambities na te jagen. Om daar mijn waarde uit te ontlenen. Ik ben een geliefde zoon, een geliefde dochter van de Allerhoogste God. Dat is wie ik ben. En dat brengt mij tot rust. Heren, zo wil ik bidden voor ons allemaal. Dat Psalm 130 ons voorbeeld mag zijn. Heer, en dat we tot de erkenning komen. Heer, u bent God. U bent de gastheer. U bent degene waar het om draait. En we willen niet strijden voor ons eigen plekje. We willen niet onze ego voeden. Maar we willen onszelf overgeven aan u. Wilt u ons openbaring geven. Heilige Geest, ik bid ook gewoon op dit moment voor een geest van openbaring. Dat u openbaring geeft waar wij eigenlijk nog in de weg zitten. Waarvan u zegt van, hey, wil je eigenlijk even een stapje opzij zetten? Mag het om mij draaien? Heer, wilt u op dit moment harten aanraken? Wilt u overtuigen? En wilt u ook zo liefdevol, eigenlijk uitnodigen, wil je het aan mij geven? Wil je het loslaten? Wil je vertrouwen dat ik jou de beste plek ga toewijzen? Dank u wel, Heer, voor uw genade. En dat we vanuit die genade ook genadig mogen zijn voor elkaar. Ik bid zo dat u dit tot uw doel brengt. Tot een ieder van ons, in uw machtige naam. Amen.